Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag te maken met stevige buien waarbij het onweer er hagelde en er kwamen ook hele mooie wolkenluchten voorbij. Bijvoorbeeld deze foto van Gerard Klaassen die Mamatuswolken laat zien. Dat zijn uitstulpingen aan de achterzijde van de bui en ze hebben de vorm van een borst, borstvormige wolken en daarom noemen we dat Mamatus. Meestal een teken dat de hagel in de buurt zit. En deze foto van Henk Voermans laat ook zien dat er op veel plaatsen hagel is gevallen. Het wordt in sommige plaatsen zelfs even wit daardoor. En die stevige buien die zien we ook op de radarbeelden. Het waren vooral de buien hier zo door het rivierenland waar de zwaarste neerslag viel. Daar onweerde het ook flink en daar heeft het ook het hardst gehageld. Maar ook in andere delen van het land behoorlijke buien. En de buien zijn nog niet voorbij. Vanmiddag blijft het buiig, blijft de kans op onweer en hagel en windstoten. Want laten we de wind niet vergeten. Die is aan zee windkracht 7 tot 8, hard tot stormachtig. In het binnenland windkracht 5. En daarbij kunnen de flinke windvlagen voorkomen. Uiteraard in de kustprovincies het hardst, rond de 80 à 90 km per uur. Vanavond wordt het allemaal wat rustiger in de atmosfeer. Het aantal buien neemt af, het is wat vaker droog en de wind neemt ook in kracht af. Maar dat duurt niet lang, want aan het einde van de avond begint het vanuit het zuiden alweer te regenen. En vannacht gaat het dan op de meeste plaatsen regenen. De wind neemt ook weer in kracht toe, draait aan zee van west naar zuidwest en wordt stormachtig. Ook landinwaarts gaat het harder waaien, daar wordt die windkracht 6 tot 7. Geen koude nacht, minimaal tussen de 4 en de 7 graden. Morgen overdag is het ook absoluut niet koud, temperaturen van 8 tot 10 graden. We kunnen er niet echt van genieten, het is bewolkt en het gaat langdurig regenen. En het meest opvallende is morgen opnieuw de wind. Aan zee komt een zuidwesterstorm te staan, windkracht 9. En dat betekent dat we ook rekening moeten houden met zware tot zeer zware windstoten. En dat geldt vooral voor het noordwesten en het Waddengebied. Daar zijn windstoten mogelijk van zo'n 100, 110 km per uur. En dat is echt heel fors. Diepe landinwaarts zijn ze altijd wat minder sterk, maar met 70 tot 90 km per uur kan het ook daar af en toe lastig zijn voor het verkeer. En ik hou dan ook rekening met vertragingen op de weg en ook problemen op het spoor hier en daar. Morgen zeer onstuimig weer dus, maar aan het einde van de middag en in de avond trekt de regen weg en begint de wind ook af te nemen. En dan krijgen we veel beter weer in het weekend. Windstil kunnen we het niet noemen, met 4 tot 6 bijvoorbeeld, maar de atmosfeer is wel veel rustiger dan vandaag en morgen. Verder zonnige periode, zowel zaterdag als zondag, en er valt nog slechts een enkel buitje. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het koud, met temperaturen rond het vriespunt, dan kan het hier en daar misschien glad worden. Na het weekend gaat de temperatuur weer omhoog, maar gaat geleidelijk ook de wind weer toenemen en wordt het vaker nat, oftewel een terugkeer van het wisselvallige en onstuimige weer. En kijk eens naar deze 15-daagse. Winterweer is echt niet te herkennen. Het is eerder de vraag of de minima onder de 5 graden uitkomen dan dat ze onder het vriespunt uitkomen. Zacht weer dus voorlopig, alleen in de nacht van zaterdag op zondag, dan hebben we te maken met kans op vorst. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik hoop dat u een rustige dag morgen heeft, ondanks al het slechte weer.